Hallo mensen van de Gamekanaal en welkom bij de proloog. Dit is een proloog, dus hierin ga ik wat informatie vertellen over Pokémon Ruby. Jullie hebben Pokémon Ruby gekozen als spel wat ik hierna ga doen. Ik heb een mooi template, dus vanaf part 1, die waarschijnlijk ergens online komt deze week of volgende week, ik weet niet wanneer. Daar zit een template bij, dus dan krijg je een hele mooie omranding en zo. Maar wat ik met jullie een paar dingen wil gaan bespreken. Voordat ik echt ga beginnen met dit, is dat ik wat dingen nodig heb van jullie. Ik wil van jullie graag weten, hoe moet ik de jongen of meisje noemen? Kies een jongen of een meisje, wat moet ik zijn, jongen of meisje? Kies een naam voor de jongen of meisje. Kies de starter uit. Trico die jullie nu in beeld zien, Torchic die jullie nu in beeld zien, of Mythcap die jullie nu in beeld zien. En kies daaruit. Dan wil ik van jullie ook allemaal een stapel nicknames. Ik wil gewoon nicknames hebben voor Pokémon die ik kan geven. Het zijn 10 letters van nicknames die ik van jullie wil hebben. En daarmee gaan we het leuk volhouden. Ik wil nicknames, ik wil Pokémon namen hebben. Kom maar op, kom maar mee door. Ik ga het allemaal gebruiken. Ik stop ze allemaal op random.org. En dan gaan we kijken elke keer hoe de Pokémon gaat heten. En daarmee gaan wij de volgende keer beginnen met Pokémon Ruby. Ik heb alles zo'n beetje verteld wat ik wou vertellen voor de proloog. We gaan dus zo snel mogelijk beginnen met Pokémon Ruby. Dus geef zo snel mogelijk de namen door en de naam van de Pokémon's en voor wie jongen of meisje zijn of de starter. En we beginnen zo snel mogelijk. Ik hoop jullie dan te zien. En ik zeg, ik zie jullie dan. Tot later.